Ik ben dus Irene, ik ben eigenaar van het bedrijf Buiten Vitaal. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van volwassenen die langdurig ziek zijn. En graag willen herstellen, terug willen keren, ook weer naar werk toe. En dat doen wij op een bijzondere manier. Want wij maken gebruik van de natuurlijke effecten van de bossen. Want wij nemen mensen mee de bossen in. We gaan met elkaar aan het werk. En via die werkzetting kun je ook herstellen. En als je zo ver bent, zet je de stap naar werk toe. Ik kan me er nog niet zo heel veel bij voorstellen. In de bossen aan het werk, dat klinkt als een taakstraf. Ja, dat denk ik vaak. Dat wordt wel vaker gezegd. Doe je iets aan de reclassering of sociale werkvoorziening? Worden we ook wel. Nee, dat is niet. Mensen kiezen bewust voor een buitenomgeving. Het zijn vaak ook mensen die iets willen doen. Die weten wat ze hebben. Ze weten ook wel dat ze moeten veranderen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die depressief zijn of angsten hebben. En ze zijn ook in behandeling. En toch, de behandeling stagneert op een bepaalde manier. Doordat ze het moeilijk vinden om over te gaan tot doen. En wat ze dan doen is, nou, ze willen dan bij ons naar buiten. We gaan dan aan het werk. En via die werkzetting kan je natuurlijk ook oefenen met het veranderen. En het werk doen we met Staatsbosbeheer, natuurmonumenten. En tevens is het ook zo, doordat je fysiek werkt, doe je ook aan het verbeteren van je fysieke conditie. Wat vind je van deze nominatie? Hartstikke leuk. En wat ik gewoon heel erg leuk vind, is dat toch wel erkende bedrijven bij ons op bezoek zijn geweest. We hebben hele leuke gesprekken ook gehad, ook interessante gesprekken over het ondernemerschap. En over wat wij doen en ook over hoe je verder kan groeien. En dat vind ik toch wel ook, die erkenning, hè, dat andere bedrijven die het eigenlijk al gemaakt hebben, toch ook geïnteresseerd zijn in ons bedrijf. En dat ze ook wel hebben aangegeven, hé, daar zit talent in. En we gaan die nomineren. Dat vind ik toch wel heel mooi. En die andere twee, die kun je wel hebben, hè, straks. Makkelijk. Makkelijk toch?